Dag allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij eens kijken of jullie goed kunnen zien. Er zijn noedels met een hitte van 3 keer. Ik heb geen idee wat er inhoudt. Maar ik heb hem van een collega gekregen, dus die gaan wij proberen. Zelfs een klein beetje in stukjes breken, eten wat makkelijker schat. Ik kan er echt geen voorstelling bij maken hoor, dus zullen we het wel zien. En dat laten we nou in 5 minuutjes soken. Nou, moet je ongeveer 8 eetlepels water achteraan duwen. De flakes. Heel anders dan ik mij had voorgesteld eigenlijk. Zichtbaar, soep, pasta, wat het ook maar is. Oeh, gaat wel lekker. Even roeren. Dit is ook tevens mijn ontbijt, dus we zullen eens kijken hoe het lichaam erop reageert. Het is inderdaad zo ergens als ze zeggen. Nou, bon appétit. Heel aparte hitte dit. Ik vind alleen die noedels zelf iets te stevig. Maar het smaakt wel. Het is een hele rare pitje. Ik weet niet echt waar ik het thuis moet brengen. En het eet heel brood. Hij brandt wel lekker door trouwens. Dat is wel maar gemeen pitje dit. Nou, het laatste. Sausje moet je erbij drinken, zei hij. Dus dat gaan we doen. Ik moet wel zeggen tegen hem, het is een gemeen pitje. Dat kan ik er wel vertellen. Hij is goed aanwezig. Een beetje vergelijkbaar met de scorpion pepper. Alleen deze blijft doorbranden. En de scorpion pepper die brandt, gaat weg en komt terug en dan brandt hij weer even. Maar deze voel je echt in lippen en zo voel je ook nog steeds een beetje in de achterholte. Zeg ja, geef een keer. Ja, bottoms up.
Deze voel je wel meer naar gagel. Bovenkant mond. Alleen ja. Saus jezelf vind ik niet zo. Ja, nou, dat was de noedels. Moet zeggen, ja, hij viel me niet tegen. Hij was wel lekker op zich. Ik zou hem zelf niet kopen, daar zeg ik er gelijk bij. Maar ik hou altijd wel van een beetje pittig eten. Alleen bepaalde dingen moet je niet pittig doen. En dat is noedels één van. Maar hij viel me niet tegen. Dus ja, on to the next. Tot de volgende keer.